iedereen. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik mijn kast helemaal herfst- en winterproef ga maken. Momenteel is mijn kast echt een enorme rotzooi. Ligt vol met spullen die gewoon nog uit de lente en de zomer zijn. Het is echt herfst op dit moment. Het is echt herfst. Het is de hele dag al grijzig, regenachtig. Dus ik dacht, het is nu echt tijd om even mijn kast onder handen te gaan nemen en deze gewoon helemaal klaar te maken. Een paar jaar geleden heeft Tara trouwens ook nog een video opgenomen over hoe zij haar kast helemaal heeft opgeruimd. Dat heeft ze gedaan volgens de Marie Kondo techniek. En mocht je die video gemist hebben, dan hij is al wel wat ouder. Ik zal hem wel eventjes in de beschrijving linken en ook in het i'tje, daar kan je erop klikken. Kun je nog even teruggaan naar die video. En in deze video ga ik het niet volgens de Marie Kondo techniek doen, maar ik doe het eigenlijk gewoon op mijn eigen gevoel. Ik hoop dat mijn kast er veel beter uitkomt te zien dan wat het nu is. Maar ik ga het allemaal aan jullie laten zien hoe dat gebeurt. Zo, we zijn momenteel in mijn tweede kamer. En hier heb ik dus de kleedkamer. Of nou ja, mijn kledingkast. Dat heb je vast ook nog wel gezien in mijn house tour. En het is niet de meest grote kamer. Dus ik heb al een beetje iets van hoe ga ik dit allemaal proberen vast te leggen voor jullie. Dus vandaar dat ik de camera nu nog eventjes in mijn hand hou. Maar ik zal jullie trouwens eerst nog eventjes een nieuwe overzicht geven van mijn kledingkast op dit moment. En ik moet zeggen, het is echt een mega zooi. Hij pijlt gewoon uit. En nou ja, weet je, ik laat jullie wel gewoon even zien. Dit is momenteel de situatie van mijn kledingkast. Zoals je kan zien is dit veel te vol. Het hangt gewoon zo vol dat ik bijna gewoon niet zie wat er allemaal wel hangt en wat niet. En als we dan naar beneden gaan is het echt hier ook een extreme zooi. Hier liggen mijn truien, wat t-shirts en tops. En zoals je kan zien heb ik het gewoon niet eens meer allemaal opgeruimd. En hieronder wil ik ook vandaag mee aan de slag gaan. Dit is namelijk mijn bak met broeken. Dit is mijn bak met zwemkleding. Een hele bak, terwijl ik eigenlijk maar één bikini heb gebruikt het afgelopen seizoen. Dus ik heb iets van de oude bikinis die ik gewoon niet meer gebruik. Die moeten gewoon weggaan, want die heb ik dus blijkbaar gewoon niet gedragen. Dit is mijn bak met pyjama dingetjes. En dat is natuurlijk voor dit seizoen wel helemaal geschikt. Wat hieronder zit is een bak met zomerkleding. Dat is ook heel veel, want die heb ik ook heel veel niet van aangehad deze zomer. Dus dat is eigenlijk ook iets wat ik zou willen uitzoeken. Wat ik ook nog graag wil aanpakken zijn deze twee bakken. Dit is een bak met al mijn tassen erin. Maar ik vind dat ze veel te opgepropt erin zitten. Vind ik gewoon niet een fijn idee. En dit is een bak met schoenen. En die heb ik eigenlijk de hele afgelopen seizoen, of eigenlijk tot nu toe in dit jaar, bijna niet gebruikt of gepakt. Dus dat is ook iets wat een ander plekje moet gaan krijgen, zodat op deze plek iets kan komen waar ik wel gewoon vaak gebruik van maak. Het leek me leuk om jullie gewoon een paar items uit mijn kast te laten zien, waarin ik jullie even kort vertel waarom ik die wel en niet in de kast laat hangen. Ik begin gewoon eventjes aan de witte kant. Voorbeeld is dus dit jasje en deze blouse. Oh, hieronder heb ik nog een blouse liggen. Deze blouses heb ik echt al zo ontzettend lang niet gedragen en het jasje ook niet. Maar het zijn van die super simpele basic items dat ik het gewoon niet weg kan doen. En het is wit, dus dat betekent dat het eigenlijk gewoon in elk seizoen kan. Dus dit is zeg maar zo'n item dat ik gewoon wel ga laten hangen. Want ja, wellicht dat er straks in één keer een kerstfeestje komt. Wat ik bijvoorbeeld niet ga laten hangen is dit jurkje. Deze is dus ook wit, maar zoals je kan zien is dit echt een zomerjurkje. Super leuk ding, maar ik kan me niet echt een outfit stylen waarmee je dit zeg maar echt herfst- en winterproef kan maken. Deze gaat gewoon eventjes in de zomer op berg, als ik het zo maar eventjes ga noemen. En dan kan ik deze gewoon volgend jaar weer uitpakken, want ik vind hem nog steeds wel heel erg leuk. Blijf nog heel eventjes in het witte thema. Dat ik zeg maar de volgende erbij pak. Dat is trouwens die hanger die ik jullie in mijn AliExpress shop nog had laten zien. En ik heb er daar toen inderdaad nog een paar extra van gekocht, want ik vind het echt een super handig ding. En zoals je kan zien is dit dus een hanger met allemaal witte t-shirts. Nou moet ik wel zeggen dat deze echt best wel wat vlekjes heeft die er gewoon totaal niet meer uitgaan. Dus ik ga deze meteen even eraf halen. En dit ga ik gewoon gebruiken als een pyjama shirt. Maar wat we dan overhouden zijn witte t-shirts. En die vind ik wel heel erg fijn om gewoon nog in de kast te houden, omdat het gewoon eigenlijk elk seizoen kan. Hier kan je gewoon prima een vest overheen dragen. Dus op deze manier ga ik even alle kledingstukken die achter mij hangen verdelen in wel of niet. Waar gaat het heen? En die ga ik eventjes versneld doen, want anders gaat deze video super lang duren. Oké, er is in ieder geval al wat vooruitgang en ik weet niet of je het kan zien, maar het is al een stukje minder. En ik heb ook de lege hangertjes eruit gehaald, dat helpt ook altijd, want ik had net iets van
Ik heb heel veel spullen eruit gehaald, maar het ziet er nog steeds veel te vol uit. Maar toen heb ik de hangers eruit gehaald. Toen was het van, oké, het ziet er toch wel een stuk beter uit. Dus dat is wel hier te zien, want ik heb nu alles even naar één kant geschoven. En dit hele stuk is nu leeg. Dus het is een stuk wat rustiger. Maar ik ga straks nog even alle hangers verwisselen, zodat het een beetje wat meer gelijk is. En dan is het nu tijd om hieraan te gaan beginnen. Want ik heb net de spullen die ik hieruit heb gehaald op mijn bed gelegd. En dat ga ik ook met dit doen. En dan gaan we daarna eventjes kijken naar de stapel die nu op mijn bed ligt met spullen die ik dus uit de kast heb gehaald. Maar goed, eerst eventjes dit aanpakken dus. Dit is het eerste resultaat. Ik vond het gewoon leuk om jullie tussendoor wat resultaten te laten zien. Dit is de stapel met de, zoals je kan zien, gekleurde truien. Dan is dit de stapel met de grijze truien. En ik heb nog één witte die zit in de was, dus die komt hier nog bij. En dit is de stapel met de zwarte truien. Ja, zoals je kan zien heb ik er heel veel. En de Marie Kondo fans onder ons zouden vast zeggen, je hebt echt niet zoveel zwarte truien nodig. Kies er gewoon één. Dat weet ik. Maar tot voor nu laat ik het gewoon eventjes zo. Want ik hou van zwart zoals jullie weten. En ik zit nu momenteel op de grond. Want ik heb hier zo'n handig bakje. Gewoon van de IKEA. En dit zijn al mijn... hoe heet die dingen? Spaghetti band topjes. En die zijn echt een must voor mij in de winter en herfst. Want die draag ik dan gewoon onder t-shirts en truien en dergelijke. Voor wat extra... laagjes. Dus die ga ik gewoon heel netjes even oprollen. En dan kan ik die ook weer in mijn kast neerzetten. Zo, dit deel hieronder is in ieder geval gedaan. Hier liggen de hemdjes. En dan ga ik nu eventjes naar de slaapkamer lopen. Want daar heb ik dus een berg liggen. Met kleding die of gedoneerd wordt of verkocht wordt of naar de zomerstapel gaat. Nou, ik moet zeggen dat ik het nog best wel mee vind vallen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar ik ga deze nu eventjes uitzoeken en dus in de verschillende stapeltjes leggen. Nou, niet geheel gepland, maar ik was namelijk één onderdeel vergeten. Dus het zijn vier verschillende stapels geworden. En ik ga ze aan jullie even laten zien. Deze stapel zijn de spulletjes die ik waarschijnlijk ga doneren. Dit is de stapel met de zomeritems. Dit is de extra berg geworden. Dit is namelijk de pyjama en chill berg geworden. Dus die gaat in een aparte bak. En dit is de berg geworden met kleding items die ik mogelijk wil gaan verkopen. Maar ik ga dit nog eventjes aan Tara, mijn moeder, laten zien. En Serena, zodat ze nog even kunnen kijken of er iets tussen zit. En anders gaat dit, wanneer ik er tijd voor heb, online komen. En wordt dan verkocht voor een heel klein prijsje. Het zijn nog allemaal super mooie items. En vind ze ook nog steeds heel erg leuk. Of ik draag het gewoon niet. En dan pak ik steeds andere dingen uit de kast. Of ik pas er niet meer in. Dat is helaas ook de situatie. Nou, ik ben inmiddels ook nog off-camera verder gegaan. Dus ik heb een hele bak vol met mijn zwem en bikini. En dat soort dingetjes. Doosje heb ik helemaal uitgezocht. En er is bijna niks van overgebleven. Dus wat ik nu heb gedaan is deze doos erbij gepakt en deze doos erbij gepakt. Dit is echt een doos die totaal niet slim is ingedeeld. Zoals je kan zien, allemaal lege ruimtes. Dus deze ga ik nu aanpakken. En deze ga ik nu aanpakken. En ik hoop dat ik in ieder geval in één zo'n doos, of misschien in deze, soort van mijn zomerswemdoos kan maken. Dus met bikinis, een paar handdoeken die ik daar heb van die zwemtassen en dan misschien wat sandalen. Want ik vind dat het allemaal op zich wel bij elkaar hoort. Oké, ik heb toch te veel sandalen, dus die past er duidelijk niet in. Maar hier heb ik wel drie handdoeken liggen. Wat van deze opvulcups, die bewaar ik altijd uit bikinis. Voor als een keer een bikini dat niet heeft. Ik heb hier nog één bikini en ik mis nog een andere bikini. Ik weet even niet waar die is, maar die kan hier nog wel makkelijk bij. Dan heb ik hier mijn Teva sandalen, wat slippers en hier ook nog wat andere slippers onder. En ik heb ook nog wat opblaas floaties trouwens. Dus hij past wel echt precies dicht. En de rest van de sandalen, die moet ik dus ergens anders gaan opbergen. Alright, het is al. Weer even verder, maar niet heel veel verder. Want ik moet zeggen dat ik het vandaag echt super snel heb gedaan. En ik kan zeggen dat ik
voor 90% wel klaar ben met deze kast. Dus ik ga jullie even laten zien hoe het er allemaal nu uitziet. Dus hier zie je de kast. Als je zo op eerste ogenblik kijkt, zie je echt dat het veel opgeruimder is. Alle kledingstukken heb ik hier opgehangen. En ik heb ervoor gezorgd dat de meeste op die hele dunne fluwelen hangers hangen. En dan heb ik een paar van die roze. En ik heb een paar van die metallic-achtige. Dus het zijn wel drie verschillende soorten. Maar omdat het dus maar drie zijn, is het wat rustiger. Hier op dit rek zie je namelijk alle hangers, bijna alle hangers die ik uit de kast heb gehaald. Nou, dan hieronder hebben we dus de stapeltjes met truien. En omdat ja, sommige dingen best wel lang zijn, ben ik ook wel blij dat deze stapels truien niet al te hoog zijn. Want dan raakt dat elkaar en dat vind ik niet zo mooi. Nou, hier heb ik dus de opgerolde spaghettiband topjes. En dit is een pakje met van die drogerdoekjes. En die vind ik heel erg lekker ruiken. Dus die doe ik soms een beetje tussen kleding, zodat alles een beetje lekker ruikt. Nou, hieronder lijkt misschien niet heel erg anders. Ik heb hierboven dus de pyjama's liggen. Dat zijn de zomerspulletjes. Die heb ik toch hier gelaten, want ik heb niet echt een andere plek om eigenlijk dit op te bergen. Dit is een doos met al mijn broeken. En dan hieronder heb ik de zomerdoos. Hier onderaan heb ik een doos met al mijn zonnebrillen liggen. En daarop liggen wat van die onthaarder. Van die accessoires die ik voor de hangers kan gebruiken. En een soort van ontpiller. Dus dat zijn gewoon wat handige dingetjes die ik nodig heb voor in de kledingkast. Nou, deze kast heb ik ook aangepakt. In deze doos zitten nu sneakers die ik niet zo heel erg vaak draag. Het zijn eigenlijk bijna allemaal rensneakers. Nou, deze heb ik zelfs helemaal vrijgekregen. Daar ligt nu eventjes niks. Ik weet nog niet helemaal zeker wat ik ermee ga doen. Ik zit eraan te denken, misschien is het een handig plekje om zeg maar mijn outfit of the day de avond van tevoren neer te leggen. Weet je wel, met accessoires en een tas. Of dat werkt misschien voor mij niet. Dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar hij is in ieder geval leeg. Dit is de eerste doos met tassen. In deze doos heb ik de tassen liggen die ik het meeste gebruik. Of eigenlijk zijn het meer een beetje mijn schoudertasjes, laptoptassen. Dus die heb ik dan hier nu gedaan. En dan is dit een tweede doos met schoudertassen. En hier zitten dus nog tassen in die ik iets minder vaak gebruik. Of die ik iets te zomers vind. Deze sticker is trouwens echt te lelijk. Die moet ik echt even gaan verwijderen. Maar zoals je kon zien ging het een beetje lastig. Hieronder heb ik een doos zitten met allemaal van die travel accessoires. Dus hier zitten allemaal mijn toilettasjes in. En allemaal van die kleine minis. Dus dat vind ik altijd heel erg handig. En dit is nog een doos met make-up producten. En als laatste finishing touch leek het me leuk om een beetje de bakken te gaan labelen. Eigenlijk doe ik dat nooit omdat ik wel gewoon weet wat erin zit en dergelijke. Maar deze keer dacht ik, misschien staat het ook wel heel erg leuk om dat te doen. En ik heb dus een hele leuke labelaar voor van Hema. Dit is hem. Dit is zo'n label maker. En hier heb ik een heel zakje met allemaal van die tapejes die je erop kan plakken. Ik denk dat ik ga voor iets van zwart of zo. Dus dat ga ik nu nog eventjes maken. En dan ga ik jullie zo meteen laten zien wat het eindresultaat is geworden met deze tapejes erop. Want ik denk dat dat wel heel erg leuk gaat staan. Nou, dit is het eindresultaat geworden. Zoals je ziet staat hier sneakers, bags, ook bags, travel, beauty stash, summer stuff, comfy stuff, pants en bottoms en bikini en beach. Nou, ik ben echt super blij met het eindresultaat van de kast. Hij is nu gewoon weer lekker opgeruimd. Veel minder druk, veel minder vol. Dus ik kan eindelijk weer goed zien wat ik gewoon in deze temperaturen aan kan. En alle zomerse en super gekleurde items die gewoon totaal niet meer aan kunnen nu. Die zijn ook gewoon uit de weg. Dus daar kan ik ook niet door afgeleid worden. Het is niet heel erg anders dan wat het eerst was. Omdat ik de indeling wel hetzelfde heb gelaten. Maar ik heb wel echt zo'n frisse wind in mijn kast gekregen. Dat ervoor zorgt dat ik niet zo heel erg vind om gewoon weer een herfstige outfit uit de kast te plukken. En die gewoon aan te doen in deze periode. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik deze kast clean out heb aangepakt. Laat me vooral even weten of jouw kast al helemaal klaar is voor de herfst en winter. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende. Doei!